Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. We zijn hier op het parkeerdek bij winkelcentrum Broekenveiling. Het is hier vrij leeg en het heeft hier net een beetje geregend. En er branden allemaal kerstlichtjes. Ja, de tijd begint weer. Maar daar gaat deze video niet over. Nee. Mijn relatie is namelijk over. Ja. Een paar weken geleden, toen was het gebeurd. Ik heb natuurlijk dit jaar heel wat meegemaakt. En ik heb van alles meegemaakt waardoor ik echt niet meer te harden was. Ik was echt een tiran van een man geworden. Zeker aan het eind van de zomer. Ja, en dat heeft mijn lieve moppie dus gewoon niet langer aangekend. En op een gegeven moment, een paar weken geleden, toen was het over. Ja. En ik zeg gewoon alleen maar, ja, ze heeft gelijk. Ik bedoel, het was niet langer uit te houden met mij. Er was geen leven meer mogelijk met mij. Er was geen normaal woord meer met mij te wisselen. Ja goed, nu inmiddels weer wel. Maar ja goed, de genezing die gaat natuurlijk verder. En ja, ik word gewoon weer mezelf. Maar ja, dat heeft veel te lang geduurd. Ik weet het. En ze heeft gewoon helemaal gelijk dat ze dat niet langer volhield. Ja, het is gewoon verschrikkelijk genoeg. Maar zo is het gegaan. Ja, dus het is voorbij. Ja, en ik sta nog steeds wel volledig achter haar hoor. En ik hou nog steeds heel veel van haar. Dus dat blijft hè. Ik bedoel, we zijn hele goede vrienden en ik hou nog steeds heel veel van haar. En dat is iets wat altijd zal blijven. En de deur staat altijd open. Ook om terug te komen als ze zou willen. Maar verder staat de deur ook altijd voor haar open gewoon. Dus dat is gewoon een feit. Klaar. En dat feit blijft gewoon staan. Dus, ik sta hier nou alleen op het parkeerdek. En ik sta hier met allemaal kerstlichtjes. Ja, het is toch wel een beetje wat bij me past hè. Kerstlichtjes hè, rond deze tijd van het jaar. Want ja, ik spot ze natuurlijk normaal altijd. Ja, ik moet toch eventjes een plek opzoeken met kerstlichtjes. Nou, dat heb ik in deze geval even gedaan. Ja, de hele oprit hier ook. En hier ook de hele achtergrond. Het ziet er allemaal weer mooi uit. En ondanks de situatie, ik ga dit jaar spotten. Ja, en inderdaad wat ik al zei. Ik hou nog verschrikkelijk veel van haar. Iedereen mag dat weten. Ze mag altijd bij me komen. De deur staat altijd voor haar open. Ze mag ook altijd terugkomen als ze wil. Ik bedoel, als ze er eigenlijk weer bedenkt. Ze is vrij om terug te komen. Het begint nu weer een beetje te regenen. Nou ja, dat past wel een beetje bij de situatie van dit moment. Maar goed, ik denk ik vertel het toch even in een video. Zo is het feit. En ja, ik vind het heel erg jammer. Maar ja, het is gebeurd. En ja, het was te begrijpen dat ze het met mij op die manier gewoon echt niet langer volhield. En ja, ik geef ook toe, het was ook niet vol te houden. Ik was echt een vreselijke tiran van een man geworden. Ja, door die hersenbloeding. Ja, het was gewoon verschrikkelijk. Maar ja, goed. Het is weer voorbij. Het gaat weer de betere kant op. We hebben nu ook weer beter contact. En de toekomst, ja, je weet nooit wat er van komt. Hè. Ik blijf van haar houden. En ze is vrij om terug te komen, mocht ze dat besluiten. Dus, en er staan ook geen tijden voor. Het kan dag of nacht wezen. Het kan. Dus dat is even wat ik in deze video zeg. Zeker weten. Nou, het begint nu weer te regenen. Past een beetje bij de situatie van dit moment. Ik ga zo meteen weer richting huis. Dat is die kant op. Ga ik hier het parkeerdek weer af met alle lichtjes. Nou ja, dat past ook wel bij me. De lichtjes ga ik dit jaar even goed allemaal fotograferen hier in de omgeving. En ik maak er hier en daar video's van. En nou ja, ik ga alles delen en plaatsen. Dat is leuk gewoon. Ja, dat is gewoon wat ik even goed nog leuk vind. Dus ik ga er even goed wat van maken. Ondanks alles. En oh ja, we hebben elkaar nog gewoon op social media. Dus ze ziet alles. En ze vindt nog steeds alles leuk wat ik nog allemaal maak. Aan video's en ja, foto's. Van alles, dus dat komt goed, of beter gezegd, dat zit goed. Nou, hoe moet ik verder afsluiten? Nou lieverd, als je dit ziet, je weet het hè, ik hou van je en je bent vrij om terug te komen. En tegen de rest zeg ik, tot de volgende.